Er wordt over weinig families zoveel geschreven als over de hazesjes. Met name moeder Rachel is berucht, maar ook André Junior. Houdt de gemoederen bezig. Over het privéleven van Roxanne is minder consternatie, zij is gewoon vrij serieus met haar muziek bezig en raakt nooit verzeild in allerlei relletjes, zoals de rest van haar familie. Het liefst wil Roxanne ook geen aanleiding geven voor dat soort relletjes, en daarom vindt ze het lastig om daarover de media te woord te staan. Hoe regelt ze dat nu ze promotie maakt voor haar nieuwe album? Ze let best wel vaak op haar woorden en slikt ze weg wat ze eigenlijk zou willen zeggen, is te lezen in een interview van Rox met het NRC. Het dagblad vervolgt, ze wil zich distantiëren van die negativiteit. Bovendien, alles wat ik erover zeg, zorgt voor een reactie bij de tegenpartij. Onze afspraak is niet inhoudelijk over de rechtszaken te spreken. Het AD doet wel een poging om Rox naar haar familiesituatie te vragen. Roxanne Hazes is een makkelijke prater, maar als de familieperikelen ter sprake komen, valt ze even stil. Rox zegt daar zelf over: Dit is moeilijk. Ik ben van nature een heel open persoon, maar hier wil ik niet over praten. Omdat 1: Alles wat je aandacht geeft daarmee ook groeit, en 2: Alles wat ik zou zeggen ook weer tot een tegenreactie leidt. Laten we het erbij houden dat het op het ogenblik, ondanks alles, goed met me gaat. Eigenlijk wil Rox helemaal niet in een soort showbizgevecht verzanden. Ik wil gewoon moeder zijn. Het schoolplein leven vind ik echt leuk. Gewoon in mijn joggingbroek, lekker kletsen. Ze besluit, natuurlijk weten ze wie ik ben, maar in een dorp kent iedereen elkaar sowieso. Dat heeft verder niets te maken met mijn bekendheid als zangeres.